Lichamelijk weet ik dat het goed is dat ik stop. Maar wat het tussen de oren doet, dat kom je over ja maar weer. Dan vraag je het maar weer. De koeien van Tony Schutte worden klaargemaakt voor verkoop. Want precies over een week wordt hier in het Gelderse Harfse de complete veestapel van 85 stuks verkocht. De melkveehouder stopt noodgedwongen. En dat gaat hem niet in de koude kleren zitten. Wat doet dat met mij? Ja, dat is een dubbel gevoel. Maar ik denk op het moment dat ze weggaan en dat ze de vrachtwagen ingaan, dat het moeilijkste moment is. En dan hoop ik snel dat het hier allemaal gaat veranderen. De schuren gaan eraf en alles gaat eraf. Dus er gaat heel veel weer veranderen. Kijk, en dan kijk ik niet meer tegen de lege stal aan. Ik heb geen opvolger en fysiek ben ik op het moment ook niet in staat om alles te doen. Dus dat is misschien wel een voordeel, omdat ik niet alle dagen meer tussen de koeien ben. Dus wat dat betreft is dat wel een opstapje om te stoppen. Ik vind dat wel een, misschien wel een beetje geluk bij je ongeluk. Want ik denk als je volledig blijft melken en dan van de ene op de andere dag de koeien wegdoet, ik denk dat dat verschrikkelijk tegenvalt. Schutte blijft wel op het erf wonen. Nou, we zitten nog helemaal in de procedure om de agrarische bestemming gaat er dan af. En dat valt op zich wel te doen. Daar wil de gemeente wel zeker wel aan meewerken. Maar goed, er komen heel veel regels op af, maar ja, overal, we wonen wel in Nederland, dus. De melkveehouder kan geen gebruik maken van een regeling. Zoals het nu ligt, de fosfaatrechten heb ik nog. Die kan ik gewoon verkopen. Ik doe met geen ene regeling meer. Het is geen opkoopregeling of niks, ik val overal buiten. Dat duurt zo lang, dat er is geen wachten op. En de stikstofrechten, daar ben ik wel in onderhandeling met een buurman in de verte. Of redelijk dichtbij, want hoe dichterbij, hoe beter je stikstof kunt verkopen. Anders gaat er heel veel korting af. Schutte hoopt dat zijn koeien terechtkomen bij boeren in de omgeving. Ik hoop dat de boeren hier in de omtrek, dat die, daar de meeste koeien heen gaan. Maar goed, dat heb ik zelf niet in de hand. Dus ze kunnen overal verkocht worden. Het is wel in principe de hoogste bieder, die krijgt gewoon de koe. De keuze hier in de buurt is een beetje MRI van oudsher hier nog. Veel roodbond. En dan hoop ik dat er een paar mooie koeien tussen zitten die dan hier in de buurt blijven. Dan kun je er als keer naartoe gaan. Dat is gewoon mooi. De mooiste herinnering van de melkveehouder is die keer dat een van zijn koeien een drieling kreeg. En dat was wel heel bijzonder. Oh, er was een koe, daar hadden we helemaal niks geen apart mee gedaan. En die lag gewoon hier in de stal. En dan kwam er komen de poorten aan. Nou, en dan kwam er één kalf uit. Nou, ga je verder met melk morgen. Verrek, er hangt nog een blaas achter. Oh, dat wordt een tweeling nou. En dan denk ik, jeetje, daar komt er nog één aan. Dat vind ik wel een beetje het bijzondere van de natuur. Dat was wel een van de een beetje leukere dingen. Vergeleken, maar ik ben wel een beetje koeienboer. Dat vind ik toch eigenlijk wel het mooiste. Trekkers, daar geef ik niks om. En ja, dus dat de koeien weggaan, dat zal best wel moeilijk zijn.